Safari reizen onze verslaggevers kriskras door de regio. Op jacht naar spontane, bijzondere verhalen. Mariette en Arbel zijn nog een dag in Warmond. Het dorp heeft 5000 inwoners en hoort bij de gemeente Teylingen. Nou, de Teylingen, wat gebeurt er allemaal in het wonderschone Warmond? Medische diensten, Alzheimer Café. Hier, juf Yvonne staat al 40 jaar voor de klas. Juf Yvonne gaat voorlopig nog door met werken op de Waaier. Basisschool de Waaier. Goedemorgen. Alleen bijna geen kinderen meer, want woensdagmiddag zijn ze er niet. Waar is juf Yvonne? Dat is juffrouw Yvonne. Ja. Dus u bent het? Ik ben het, ja ik ben het. Ja, ik ben het echt. Echt waar? Ja. 40 jaar juf Yvonne. 40 jaar juf Yvonne, ja. En als je nou vergelijkt met 40 jaar terug? Maar ik moet even een kind naar huis sturen. Verder, waar ben je? Sta je in de kast, jongen. Kom eens even hier. Tot morgen. Dag lieve Verder. Moeders? Wat is er nou zo leuk aan juf Yvonne? Juf Yvonne is een hele lieve juf voor alle kindjes. En ook een beetje streng, maar juist heel goed. En misschien was dat als je, toen jij nog bij mij in de klas zat. Heb jij ook bij haar in de klas gezeten? Ja, ik heb 39 jaar geleden bij juf Yvonne in de klas gezeten. Dit is een klas van 38 jaar geleden, denk ik. En hier is die moeder die je net zag. Dat is juf Yvonne? Dit was ik. Toen was ik, denk ik, 21, 22 jaar. Waarom ben je het vak ingegaan? Omdat mijn vader zei dat ik een vak moest leren. Ik wilde eigenlijk liever naar de kunstacademie, maar dat mocht niet. Dus ik ben het onderwijs ingegaan. En achteraf was het ook wel heel erg leuk. Ik vind het nog steeds leuk met kinderen. Dat hoort er ook bij. Vegen, elke dag maar weer. Dus ook al 40 jaar lang. Juf Yvonne, juf Yvonne, juf Yvonne, juf Yvonne. Kom erin. Dank je. Dit is wel mijn huisje, ja. Sinds 15 jaar, denk ik nu. Je woont alleen hier? Ja, ik woon alleen hier, ja. Nee, geen man. Nee, geen tijd voor gehad. Nee, ook geen vrouw. Geen tijd voor gehad met al die kindertjes. Dus je leven is echt die kinderen? Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Dat is hartstikke veel werk, hè? Ja, is heel veel werk, ja. Het is bijna kinderdekbed, hè, zo speels. Ja, ik vond hem erg leuk met al die kleurtjes. Hou ik wel van, ja. Blijf je kind door de kinderen? Ik denk voor een groot gedeelte wel. Maar ja, het zal ook wel een beetje in me zitten, denk ik. Die foto's, heb je die allemaal zelf gemaakt die aan de muur hangen? Ja, allemaal zelf gemaakt. Allemaal van al verschillende reizen. Elke reis krijgt één grote foto. Ik sta in dit boek van de Wereld Natuurfonds. Daar heb ik op een gegeven moment ingeschreven bij een wedstrijd. En er staan twee foto's van mij. De papegaaiduiker. Wauw, leuk zeg. Ja, leuk hè? Dit is een heel oud fotoalbum. Vroeger hadden we ook konijntjes in de klas. Nou, hier zit ik nog. Was ik ook zo'n heel jong. Ik zie dat ik slippertjes aan heb of zo. Warme dag. Wanneer ga je nou stoppen dan? Eigenlijk als ik met pensioen ga. Want dan stop ik. Maar als er een kleinkind van een kind komt, die ik in de klas heb gehad, dan dus de derde generatie. Ja, dat gaat te ver. Dan stop ik echt. Dan ben ik echt een oude tuttebel geworden. En tot slot nog even dit. Om het belang van een goed ontbijt onder de aandacht te brengen, is het de week van het Nationaal Schoolontbijt. 500.000 kinderen ontbijt deze week samen op basisscholen. Hoe ziet jouw ontbijt eruit? Oh, heel eenvoudig hoor. Eén boterham. Mijn ontbijt bestaat uit twee boterhammen met kaas of worst. Drie kopjes thee. Drie? Drie, ja. Voor de doorspoeling. En een halve grapefruit. Meestal twee boterhammen met kaas of iets dergelijks erop. Nou, ik doe altijd een beetje verschillend. Kwark met wat rozijnen en de gedroogde vruchten erin. Normaal gesproken, als ik naar Albert Heijn toe ga, koop ik altijd broden, drink ik melk. Glaasje jus d'orange, kopje koffie en dat is het. Vers natuurlijk. Dat is ook om een beetje gewicht kwijt te raken en een beetje lekkere start te hebben. En soms ook frikandellen. Frikandel in de ochtend? Ja. Oh, niet goed. Maar hoe kom je nou bij frikandellen? Ik vind het lekker. Is dat niet heel ongezond? Ik vind van wel. Het is wel ongezond. Want ik eet niet vaak, heel af en toe. Per week één of twee keer. Meer niet. Wat ik niet goed vind eraan is dat ik niet mijn kopje koffie en mijn boterham zittend nuttig, maar staand.
Omdat ik eigenlijk altijd te laat uit bed kom. Omdat het bed zo lekker is. Ook een leuk idee voor de Westsafari? Mail naar westsafari@omroepwest.nl. En wie weet komen we bij je langs.